Ja, de democratiefabriek gaat straks draaien. Nieuwe personeel is aanwezig. Maar voordat het zover is officieel, moet de zaak geopend worden. Dat hoort nu eenmaal bij nieuwe fabrieken. En dat doet de wethouder van de gemeente Berkelland, die de hele cultuur en dat soort zaken in haar portefeuille heeft, Joke Pot. Welkom Joke, fijn dat je er bent. En ik geef jou gelijk het woord. Ja, je hoort natuurlijk heel veel cultuur en dat soort zaken. Nou ja, cultuur. Ik heb die lijst gezien. Ja, dat is een hele lijst. Ja, maar dat maakt het dus een mooie stap. En dan zeker hier vandaag te staan. Dank je wel voor de uitnodiging namens vanuit de hele vrijwilligersgroep. Ik vind het erg leuk dat ik hier mag staan. Zeker als het gaat over de democratie. Vanuit de politiek is de democratie natuurlijk een heel groot en goed woord. Wat bij iedereen goed tussen de oren moet gaan zitten, in het hoofd moet gaan zitten. En ik vind het ook helemaal geweldig dat jullie hier zijn. Het is speciaal voor jullie, jongens en meisjes, want we staan hier gewoon een half uur te wachten tot jullie er zijn. Want jullie zijn het belangrijkste. En er komen nog heel veel scholen hier naartoe deze weken, of deze week, twee weken nog, hè? Ja. Dus dat kunnen de kinderen dat meemaken. Democratie betekent dat je je mening mag zeggen, dat je vrijheid hebt. En gelukkig hebben wij dat hier in Nederland, we hebben vrijheid. Je mag zeggen wat je wil. Nou, tot op zekere hoogte, maar je mag wel je mening geven. En als dan iemand anders een andere mening heeft, dan ga je daar met elkaar over praten. Dan zeg je, maar waarom vind jij jouw mening veel belangrijker dan die van mij? En dan kom je tot iets. En als je dan tot iets komt, en dat heet dan een compromis sluiten, van jij een beetje, ik een beetje. En dan kom je tot de meest mooie dingen. En dat zullen jullie hier zo ervaren. En ik hoop werkelijk dat de aankomende twee weken, dat niet alleen jongeren hier komen, maar dat ook ouderen hier naartoe komen. Want jullie zijn heel belangrijk voor in de toekomst, maar ik ken ook een heleboel ouderen die ook echt waarschijnlijk wel zo'n rondje hier nodig hebben. Ik heb een boekje gekregen voordat ik hier naartoe ging. Heb ik even doorgekeken. Dat is een hartstikke grappig boekje. Lees ook heel makkelijk. Lekker grote letters. Dat is wel makkelijk voor mij weer. Maar in het boekje staat een heel klein gedichtje. En dat wil ik heel graag toch even voorlezen. Want dat vond ik wel heel tekenend voor wat democratie is. En nog het belangrijkste, wat je daar mee kunt bereiken. Met elkaar, om iets met elkaar te gaan doen. Gaat als volgt. Wanneer je een schip wilt bouwen, trommel dan geen jongeren bijeen om timmerhout te sjouwen of te tekenen alleen. Voorkom dat ze orders ontvangen, deel even min je plannen mee, maar roep in hen wakker het verlangen naar de eindeloze zee. En dat is de manier om te komen tot iets heel moois. Ik wens de organisatie heel veel succes de komende twee weken. En de jongeren hier in Eibergen en ik geloof over een aantal maanden in Neden. Ook heel veel plezier en ik hoop dat jullie allemaal, wij allemaal, er iets van opsteken. Dank jullie wel en hierbij. Bedankt.